kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Autoriteiten nemen poolshoogte van situatie Brokopondo. Suriname staat economisch redelijk stabiel. Vaste commissie voor defensie in DNA op oriëntatiebezoek bij marine en luchtmacht. En bouw- en renovatieprojecten moeten Groningen verheffen tot toeristisch trekpleister. Een delegatie bestaande uit verschillende autoriteiten, waaronder minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu, heeft poolshoogte genomen van de situatie in Brokopondo. De functionarissen hebben zich op maandag 22 mei zo omstandig mogelijk laten informeren over de mogelijke cyanidevervuiling in het gebied. Daarbij is er ook met lokale bewoners van gedachten gewisseld. De delegatie besloot zich van de situatie te vergewissen na berichtgevingen dat het water in het Stuwmeer als ook reken in de omgeving van Bronsweg met cyanide zouden zijn vervuild. Dat is belangrijk voor de regering naar veiligheid. Voor deze maja. Veiligheid is belangrijk. Alle die ik contact met DC, ook toen ik contact met directeur SWM, voel ik van Awatra, deze epoch, voor Amir, in de leiding. En tangano samiere, na tangano, alle onderzoek is oortak aan de kring. En natuurlijk, dat is belangrijk voor de morgen onderzoek. Dus daarom is het Nimos Kong, NCCR Kong, ook nog een heer delegatie, ook toe volksgezondheid. Het tweede belangrijk is dat voor Arki, voor Luku, if Sma is ziekie vanwege cyanide. En volksgezondheid dit jaar, medische zending dit jaar, misschien kunnen ze ook wat zeggen, maar tanga no, samiere, no was ma kon ziekie eten voor cyanide. Dus dat is voor ons heel belangrijk. En om non deze tak, sma osiki, noa sma musiki. Dat is belangrijk die UNO. Dus wat er vandaag is gedaan om op verschillende plekken testen te nemen, samples te nemen zodat die getest kunnen worden in de laboratoria. Dat is één van de zaken en dan moet het vertaald worden. Hij moet bekeken worden waar is het genomen, welke activiteit is daar. Betreft het de plek waar het water gewonnen wordt als drinkwater of is het de plek waar je gewoon kan gaan zwemmen. Of hoe ver is het van de plek waar er een hogere concentratie aan cyanide in het water is. Dus een labuitslag kan je niet gewoon zo zeggen van oké, het is hoog of is laag. Nee, je moet kijken van in de context waar dat water is genomen, waar dat monster is genomen. Brokopondo weet van dat dit activiteit jarenlang, dat men jarenlang is bezig is met dat in Brokopondo, maar niemand durfde wat te zeggen, begrijpt u. Maar al met al, Brokopondo gaat nu voor een schoon milieu, dat is deze actie, voor een schoon milieu, omdat we ons sterk focussen op toerisme. En u ziet het, we gaan straks naar een Stoeneiland. Die ondernemer heeft bijkans al een week geen gasten meer gehad. Iedereen heeft afgezegd. En dat gaat gepaard met de inkomstenderving. Ja. Nou, wat
we kunnen concluderen, zeker als NIMOS, is dat we goed moeten vaststellen wat er aan de hand is. Dus middels onderzoek eigenlijk vaststellen wat er precies is. En dat zijn we dus aan het doen ook als NIMOS. We hebben wat monsters getrokken. Dus we gaan nader labonderzoek doen en van daaruit zullen we dan verder een uitspraak doen. We werken met een gecertificeerd lab en we moeten denk ik binnen 3 weken, kan eerder ook, maar zeker binnen 3 weken hebben we de resultaten. We zullen zeker vanuit een centraal punt komen naar de mensen toe. We weten dat er al wat informatie is verstrekt, maar natuurlijk moet je dat ook kunnen peilen en nagaan hoe men dat opvangt. Maar zeer zeker gaan we vanuit een centraal punt de informatie verstrekken. En de mensen ook aanhoren, want dat is ook heel erg belangrijk. Want in elke handeling en samenwerking met de DT heeft het risico iets over flora en fauna en geen milieuvervuiling. Dus vandaag zijn we hier, kijk, de mensen zijn sowieso verhit. Dat beaam ik ook. Het is een probleem. Een probleem, moet er een oplossing voor hebben. Ik kan een deel van de oplossing zijn. Dat ook, kijk, bepaalde niet te vragen om het vandaag weg te halen. Alles is niet giftig, ik kan het vandaag weghalen. Dat is geen probleem. Maar er zijn nog andere zaken die hier spelen. Dat het district moet worden opgelost. Dus mijn probleem is een probleem op een hete plaat. Dus in samenhang met de DC en de bevolking moeten we kijken hoe we gezamenlijk het probleem kunnen oplossen. Want onze aanwezigheid hier is van belang. De regering heeft bij haar aantreden uitdagingen gekend en verschillende crises op een verantwoorde wijze beheerst. Daarnaast is gekozen voor hervorming van de economie en herschikking van schulden. Thans is de Surinaamse economie redelijk stabiel. De verbeteringen zijn volgens president Chandrika Prasad Santokhi het fundament voor ontwikkeling. Hiervoor zijn investeringen en productie van enorm belang. Het staatshoofd sprak zaterdag tijdens de presentatie van de resultaten van de predialoog aan vertegenwoordigers van organisaties en instanties die door hem waren ontvangen. We hebben gekozen voor hervorming van onze economie. We hebben gekozen om de economie gezond te maken. We hebben gekozen voor schuldherschikking. We hebben gekozen voor een herstelplan om weer herstel te brengen in onze natie, naar alle niveaus, met een herstelplan. We hebben gekozen voor een IMF-programma, wat ook instrumenteel was voor die schuldeisers, om die samenwerking als randvoorwaarde te hebben bij het treffen van schuldherschikking. En wij wilden ook hervorming van onze economie. Natuurlijk is er een vakbondsleider geweest bij het overleg van Rafastur, die zegt ook: maar president, je wilt problemen van 30 jaar lang gecreëerd, in stand gehouden, in 3 jaar oplossen. Hij zegt iets daar. At least begin. Begin ermee. Laat het niet over aan de volgende generatie. Schuif het niet weg. Los het op. Neem leiderschap. En pak het aan. Ja, het zal ten koste gaan van je populariteit. That's part of the job. That's part of the responsibility. Wat ik neem. Waar staan we nu? Macro-economisch, financieel, redelijk stabiel. Waarbij de macro-economische parameters gehaald zijn. Kijk maar naar onze internationale reserve. Van min 140 miljoen. Naar plus meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar. Kasreserve wat bijna leeg was. Weer gegroeid naar ruim 300 miljoen. Importdekking van 0 weken. Nu weer na 7 maanden. Economische groei van min 8%. Nu door IMF geprojecteerd. Meer dan 2,5%. Begrotingstekort. Van 19%, we zijn niet gegaan naar single digit, zoals dat geëist wordt, naar 3%, maar ruim 10%. 3 jaar is wel enorm. Ja, maar wat heeft het volk te maken met al deze macro-economische parameters? Toch? Maar die tweede stap
kan je niet goed maken als je die eerste stap niet doet. Je moet het fundament eerst leggen. Maar als het fundament dat gepaard gaat met zware maatregelen, die knellend overkomt, die drukkend overkomt, die pijn creëert, die onzekerheid creëert, dan moet je ook daar wat aan gaan doen. En dat hebben we gedaan. Door steeds maatregelen te treffen naar de samenleving, naar die kwetsbare groepen, naar die seniorenburgers, naar de zwakke gezinnen, naar de kinderbijslag, naar de personen met een beperking, maar ook naar de ambtenaren toe. En ook op basis van tripartiet overleg, ook naar de particuliere sector door uurloon aan te passen. En vanaf 1 juli gaat het naar 35. Dus ook daar zorgen we. Dat step by step, dat komt. Maar tegelijkertijd moeten we zorg dragen dat die economie groeit, koopkracht versterkt wordt. Ik heb nog vorige week overleg gehad met de vakbond. Ja, we willen 5000. Ik zei, broeder, ik kan geven. Ik kan 5000 geven, ik ga 100.000 geven. En als die koers gaat naar 100 en naar 150, geef datgene wat de economie kan dragen. Maar één ding moeten we wel in de gaten houden. Dat die armoedegrens die daar is, goed gemonitord wordt. De samenleving geholpen wordt, de samenleving beschermd wordt. We hebben niks aan een land waar armoede is, waar het volk niet uitkomt. Dan kan het volk niet produceren. Het volk niet geconcentreerd. Dus we moeten injecties geven. En natuurlijk moet die economie aangroeien. Hoe krijg je dat? Investeringen. Waarbij wij als regering veel faciliteiten aanbieden in de vorm van fondsen. NOVA, net financieel kredietfonds. We hebben onze KMO wat binnenkort operationeel gaat worden. Bij NOB zijn er 2 fondsen. Maar natuurlijk weet ik dat de samenleving door de boom het bos niet kan zien. De opdracht is, laat alles in één window gebracht worden. Al die fondsen, met één knopje kan je zien wat die fondsen zijn, wat die toegankelijkheid is, wat de criteria zijn, wie is eligible. We moeten het keep it simple. We hebben een soort systeem in het land, een soort cultuur in het land. Maak het ingewikkeld. Hoe moeilijker het maakt, hoe heerlijker sommige ambtenaren het voelen. Want dan kom je bij hun, dan ben je afhankelijk van hun. 2 keer, 3 keer. Maak het makkelijk, eenvoudig. Dat zal ook moeten veranderen. Maar die investeerders moeten komen. En die zien we gelukkig druppelsgewijs komen. Na deze meeting ga ik naar Saramaka, een groot modern agrarisch project te launchen. Met Chinese bedrijven. Met moderne technologie, met hoge productie, op basis van nieuwe variëteiten. Dat is die agrarische ontwikkeling nu. Niet zoals we daar gekend hebben, 170 jaar geleden, 150 jaar geleden en 300 jaar geleden. Nee, het is modern. En die moeten we inzetten. Gelukkig zie je ook andere investeerders komen. Door die schuldherschikking hebben we nu een andere positie. Straks wordt het formeel goedgekeurd. Hopelijk, ik ga ervan uit door IMF op de board level. Van onze schuldherschikking. Maar dan zijn we af van de default. Wat ook impact heeft op internationaal kapitaalmarkt. Wat ook impact heeft bij investeerders. Alleen moeten we dat kapitaliseren. Ik zie nog een beetje passieve houding bij de Surinaamse ondernemers. Die nog moeizaam willen investeren. Maar dat is nodig. Dat is nodig om die werkgelegenheid te creëren. Dat is nodig om die productie op gang te brengen. Dat is nodig om te exporteren. En wij zijn als regering daar om te faciliteren. Maak gebruik van die 300.000 hectare land. Wat ter beschikking gesteld is door de regering en het ministerie van LVV. Maar ook andere incentives die nodig zijn, zijn we als regering ready om er naar te kijken. Mijn mensen. Het moet anders. Het zal anders moeten. En dat is heel in een nutshell rapport. Visie van de regering. En natuurlijk zijn we ook bereid om alle andere inzichten ook mee te nemen. Om dan te starten met gestructureerde, geïnstitutionaliseerde, nationale
dialoog. De vaste commissie voor Defensie in de Nationale Assemblée heeft de oriëntatiebezoeken aan het Nationaal Leger op vrijdag 12 mei 2023 voortgezet. Onder leiding van de commissievoorzitter, assembleelid Sidiq Mourtabat, hebben de volksvertegenwoordigers kennis gemaakt met de marine en de luchtmacht. Op de marinebasis te Boksel in het district Wanica en de luchtmachtbasis te Zorg en Hoop heeft de vaste commissie voor Defensie middels presentaties en rondleidingen meer inzicht kunnen verkrijgen op de werkzaamheden en capaciteiten van deze krijgsmachtdelen. De commissievoorzitter werd vergezeld door de parlementariërs Iona Edwards, Remy Canapé, Patrick Kensenhuis, Ramon Kodemusu en Cedric van Samson. De vaste commissie bracht in januari dit jaar reeds een kennismakingsbezoek aan minister Krishna Kumari Mathura en de defensiestaf. Ook werden de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kuasen, de generale staf en de landmacht bezocht. In de komende perioden zullen nog enkele legeronderdelen worden bezocht. In het district Zaramaka, met name Groningen, zullen in de komende periode tal van bouw- en renovatieprojecten worden uitgevoerd. Dit liet districtscommissaris Sherin Bansi Durga op zaterdag 20 mei 2023 weten bij de oplevering van de gerenoveerde steiger in het theehuisje langs de Zaramaka rivier in Groningen. De ingebruikname geschiedde in bijzijn van president Santokki, directeur Rabin Buddha van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme en parlementariër Rajinder Kumar Devi van Zaramaka. De multifunctionele aanlegplaats en het theehuisje zullen volgens de burgermoeder een belangrijke plaats innemen bij het ontwikkelen van het toerisme in Zaramaka. De steiger staat er vanaf de koloniale periode en heeft dus ook een historische achtergrond. De steiger is vooral van belang voor de lokale visserij. Eerder moesten de vissers nabij de markt in Groningen aanmeren, wat niet altijd mogelijk was bij hoogwaterstand. Verder kunnen ook andere boothouders gebruik maken van de aanlegplaats om hun activiteiten te ontplooien. Dit project is het derde dat reeds gefinancierd is door het Bureau Gemeenschapsprojecten van het kabinet van de president. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.